En ook in het nieuwe jaar gaan we verder met ons onderzoek naar verschillen en overeenkomsten met onze oosterburen in de rubriek Hier of Door. En onze speciale verslaggever Remco Innethoff die houdt ons op de hoogte. Remco, met welk thema heb jij je ditmaal bezig gehouden? Ik heb mijn eigen vak eigenlijk een beetje onder de vergrootglas gelegd. De media, televisie, radio, krantenwereld heb ik goed bekeken. En vooral ook omdat ik vroeger zelf heel veel Duitse televisie keek. Voordat de commerciële televisies oprukten, keken we allemaal in Groningen toch wel naar de Duitse televisie. Krimis, Duitse jeugdseries. Jij kent vast ook nog wel een paar. Gebeurde bij iedereen. Tatort weet ik dat er veel naar gekeken werd. Met de paplepel is ook de Bundesliga ingegoten. Dat is nog steeds op zaterdag. En er was altijd zo'n programma, dat kan ik me nog herinneren, met een muisje. Maar ik weet niet precies meer wat voor programma dat was. Die zending met de mouse. En ik heb om ons geheugen een beetje op te frissen, om te kijken of we nog wat herinneren, om er even in te komen, een kleine compilatie gemaakt. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Freunde! Berliner Union Film zu unserem Schnelldurchlauf Start Nummer 1. Neu dabei und vierter Platz, Bata Illich. Ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii. Und weiter mit der Start Nummer 2, Juliane Behrling. Licht aus! Spot on! Spot on! Yeah. Ja, dat is nostalgie hè, voor heel veel Groningers, denk ik. Dit zijn programma's die in het verleden veel bekeken werden. Hoe zit dat nu? Wordt er nu nog steeds veel naar de Duitse televisie gekeken of Duitse kranten gelezen? Ik denk dat heel veel Groningers zich nu rechtop zitten in hun stoel. Omdat ze denken van, hé, dat ken ik, dat komt mij bekend voor. Tegenwoordig wordt er ook toch wel heel veel met de Duitse media omgegaan door de Groningers. Duitsland is echt een krantenland. Daar zijn heel veel kranten te krijgen. Ik heb in de kiosk een graai gedaan. Hier liggen Zuidwest, Süddeutsche Zeitung, Nordwestzeitung, Ostfriesland, Rijderland. En de bekendste van allemaal is natuurlijk Bildzeitung. Ja. De krant die heel brutaal is en waarbij de Telegraaf een heel erg lievertje is. Want dat vinden wij soms wel ver gaan, wat de Telegraaf bijvoorbeeld doet. Maar dat is niets vergeleken met dit. Nee, Duitsland heeft een hele andere cultuur wat betreft kranten verkopen. Wij hebben abonnees in Nederland. In Duitsland hebben ze dat bijna niet. Dus ze moeten het hebben van de losse verkoop. Dat betekent dus moord, doodslag, dood en verderf. Blote meiden op de voorpagina, zodat het gekocht wordt. Schreeuwende koppen. Veel schreeuwende koppen, ja. Wat betreft televisie is de NDR eigenlijk nog steeds wel de toch wel bekendste zender die nog gevolgd wordt door de Groningers ook. Vooral ook omdat de sfeer en het heimaatgevoel wat daarin wordt vertolkt best wel overeenkomt met de regionale zender TV Noord. Vooral veel Noord-Duitse noordelijke onderwerpen. Dat is heel, heel boeiend. Het is een stuk herkenning dus, wat de mensen daarin doen. Ja, dat herkennen ze. En ik was over de grens en daar kwam ik een heel bijzonder radiostation tegen. Radio Ostfriesland, een zender wat heel veel in dialect doet. Dialect wat hier vlak op Pladuts, wat hier over de grens gesproken wordt. Ja. Dat was wel een wonderlijke ervaring. Radio Ostfriesland, Heimat Business. An Mittag op Platt mit Keno Bergholz, moin. Es liegt gift Nachrichten um Datein Uhr und achteran den neuesten Oldies hier bei Radio Ostfriesland und zümtiger Musik und Schweden von ABBA ist der Bide, hören wir mit Chiquitita und Madonna giftet und 1989. Bei Radio Ostfriesland beginnt dagelijks um 12 Uhr het veelbeluisterde Dialektprogramma mit darin viel regional nieuws en het weer. Dat wordt allerdings een beetje wat kolle, maar met viefkraut. Een kleine redactie verzorgt het nieuws en kiest de onderwerpen voor de dagelijkse nieuwsuitzending. Radio Ostfriesland is belangrijk voor de Ostfriezen. We zijn immer, wenn net wat aktuelles passiert, dan zijn we de ersten die daar zijn, de ersten die verört zijn. En zo ervaren de Lüde Radio Ostfriesland hören altijd toerst bij ons wat dat nees gift in Ostfriesland. En bij Radio Ostfriesland gebeurt iets bijzonders. De luisteraars mogen er zelf radio maken. Dit fenomeen noemen ze burgerradio. Burgerradio betekent dat alle die willen uit Ostfriesland wie die een platform geven. Dat heißt, wenn een nu zegt, ik heb lust een zender te maken over schlagermuziek of een gezondheidsmagazin of irgendwie sowas, dan krijgen die een stuur en dan kunnen die maken wat ze willen bij ons bij Radio Ostfriesland en dan heeft elk en een zijn eigen programma. Besten dank en fijn met weg. Radio Ostfriesland, Heimat Business. Ja, een prachtig taaltje. Is goed verstaanbaar en het matcht heel erg met het Gronings. Tot slot, wat ga je nog meer doen?
Ik zou het leuk vinden als de kijkers hun eigen media-ervaringen, Duitse radio-ervaringen of televisie-ervaringen achterlaten op onze website. Daar kunnen ze ook vragen of reacties achterlaten op, ik zal het nog even noemen, op www.rtvnoord.nl/hierofdoor. Remco Wennerhoff, dankjewel voor deze.